Bestuurder, je bent aangehouden. Je bent hij doet het niet. Alle inzittenden, jullie zijn aangehouden. Laat je handen zien. Dit is de politie. U bent aangehouden. Er staan vuurwapens op u gericht en met elke verdachte beweging zullen geschoten worden. Doe een portier open en maak jezelf bekend. U wilt ten alle tijde kunnen zien wat je aan het doen bent. Vanaf nu luister je naar mij, is dat begrepen? Bij elke verdachte beweging wordt er geschoten. Op je knieën, armen spreiden. Vooruit blijven kijken. Ik ben hier op een trainingsdag van de marechaussee. En hier op de kazerne trainen ze allerlei gevaarlijke situaties. En dat is maar goed ook, want de marechaussee is op vliegvelden verantwoordelijk voor de veiligheid van alles en iedereen. En natuurlijk het bewaken van de landsgrenzen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan terroristische aanslagen. Of het smokkelen van wapens en drugs. Of vliegtuigkapingen. Nou, hele spannende, belangrijke zaken dus. Elvin, kan je mij misschien even losmaken? Tuurlijk kan ik dat. Elvin, ik dacht, ik doe mee aan zo'n training. En dan word ik een auto uitgesleurd. En dan gaan ze met hun knieën in mijn nek en zo. Maar dat gebeurde allemaal niet. Nee. Goed toch? Nou ja, wel goed, maar... Eigenlijk hebben ze hier gewoon heel netjes behandeld. Elvin werkt met zijn collega's bij de gewapende beveiliging burgerluchtvaart. De training van vandaag bestaat uit twee onderdelen. Iemand arresteren vanuit een auto en mensen fouilleren. Deze dames hebben misschien wapens bij zich. Mijn opdracht is ze te vinden. Oké, dus op zoek naar iets wat ze misschien bij zich hebben wat niet mag. En dan een beetje op mijn boerenverstand. Dus hoe ik het zou doen. Ja. Zijn jullie. Oké, ja, mag ook niet, hè? Vuurwapens, maar dat wist je misschien niet. Oké, nou, je mag door. Fijne vakantie. Heb ik wat gemist? Je hebt wel iets gemist. Echt? Ja. Mij ook. Nee, toch? Want... Het is dik onvoldoende dit. Ik dacht serieus, Alpi gaat zo trots zijn. Die gaat tegen mij zeggen, Rachel, nee, hij heeft geen opleiding nodig. Vond je het fijn? Dat je voor hun stond en dat zij continu jou konden aankijken met wat je aan het doen was? Oh, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Dit is de setting dat er een verdachte voor je staat. Dus ik had achter de persoon moeten gaan beginnen? Je had zeker de persoon anders moeten positioneren. Je handen. Wat nou op het moment dat jij gaat strijken over iemands lichaam heen? En er zit wat scherps. Ja, had ik mijn handen opengehaald. Ja. Maar ik heb nog steeds iets gemist. Terwijl ik het gevoel heb dat ik ze overal heb aangeraakt. Ja, toch niet. Waar heb ik jullie niet aangeraakt? Bij de borstpartij. Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat voelt gewoon onwennig om dat te doen. Alleen, dat zijn toch de plekken waar ze heel veel kunnen verstoppen. Oké, nieuwe poging. Handen omhoog. En naar de muur. Langzaam. Met je handen tegen de muur. Heb je verboden middelen bij je? Wapens? Nee. In je zak? Helemaal niks? Nee, helemaal niks. Ga je aanraken. Is dat goed? Ja. Oké. Armen spreiden, benen spreiden. Niet het wrijven, maar... Oké. Anders kan je alsnog jezelf nemen. Gewoon kneden als het ware. Voel je het meeste. Wat zit hier? Vuurwapen. Een vuurwapen? Ja. Nou, oké. Nou, niet nou oké. Gewoon wat mee doen. Ja, dus. Ja, dus. Ik heb dit niet meer doen. Luister, zij blijft daar staan. Oké, jij blijft daar staan. En ik pak dat vuurwapen wel. Oké, Mac. Heb ik dit keer alles? Je hebt dit keer alles. Echt? Ja. Dan de tweede oeververdachte. Elvin gaf aan dat ik bij haar meer dan één voorwerp heb gemist. Daar snap ik dus helemaal niks van. Ik ga zo meteen je borstpartij aanraken. Wat zit hier? Kan je je shirt omhoog doen? Langzaam. Oké, dat ga ik er wel even uithalen, sorry. Een aansteker is een reden dat jij een aansteker bij je hebt. Oké. Rachel, weet je zeker dat het een aansteker is? Oh, het is een soort mesje. Ja, dus? Een steekwapen. Ja. Hey, is er een reden dat je een schaar mee hebt? Heb je iets in je schoenen? Nee, natuurlijk niet. Ze is schoon. Weet zeker? Nee. Oké, haar. Heb je iets in je haar? Geloof ik niet.
Nou, er zit per ongeluk een pen in je haar. Ik denk dat dit wel echt onderstreept hoe moeilijk dit is eigenlijk, toch? Ja, het is echt lastig. Ik denk dat het nu handig is om aan Mink te vragen of we misschien wat hebben gemist. Je hebt nog één dingetje gemist. Wat dan? Deze schoen heb jij heel goed gevoeld, alles. Je hebt hem open gedaan, maar als je dat bij deze ook had gedaan, dan had je hem denk ik gevonden. Een nagelvel. Ja, ze was dus niet schoon. Nee. Niet gehaald dus, dit examen. Nee. Dan de tweede oefening bij de Koninklijke Marechaussee. Ik ga vuurwapengevaarlijke verdachten uit de auto praten, net zoals hier gebeurt. Elvin neemt met mij de hele procedure door. Straks gaan we dus ook het aanspreken. Dat laat ik jou dan straks doen. Zorg er ook voor dat je straks ook voor jezelf weet wat je gaat zeggen. En dat het ook duidelijk is naar de persoon daarvoor. Dat je geen verwarring krijgt. En het maakt trouwens ook helemaal niet uit als je af en toe wat pauze inlast. Dus je gewoon heel even nadenkt vanaf wat je gaat zeggen. Ik weet niet of ik het allemaal onthoud, maar we gaan kijken. Oké, heel goed. Komt goed. Kom, lopen we naar het voertuig toe. Kom, indrukken, eerst indrukken, rustig praten. Wat zei ik ook alweer? Aangehouden. Bestuurder, je bent aangehouden. Alle inzittenden, laat je handen zien. Oh, zo. Je bent hij doet het niet. Alle inzittenden, jullie zijn aangehouden. Laat je handen zien. Er zijn vuurwapens op je gericht en bij elke verdachte beweging zullen we schieten. Leg de sleutels op het dak. Laat je handen zien. Langzaam de portier open. Langzaam uitstappen. Ik wil ten alle tijde je handen kunnen zien. Langzaam staan. Blijven staan. Bijrijder, langzaam je portier open. Ik wil beide handen zien. Je shirt omhoog. Bestuurder eerst. En draai een rondje. Vuurwapen. Bijrijder, hand omhoog. Op je knieën. Bestuurder, op je knieën. Langzaam op je buik gaan liggen. Handen gespreid. Voeten gespreid. Bijrijder. Loop naar achter tot ik zeg stop. Stop. Loop naar links tot ik zeg stop. Stop. Opgenomen. Blijf naar links lopen tot ik stop zeg. Lopen. Lopen. Blijf lopen. Stop. Kwartslag naar links draaien. Bestuurder. Langzaam omhoog komen, ik wil je handen blijven zien. Langzaam opzij lopen tot ik zeg stop. Als dit een examen was geweest, ja. Hoe had ik het dan gedaan? Voor dit gedeelte zou ik je gewoon nog voldoende geven. Goed? Ja, zeker. Okay. Ja, zeker. Helemaal niet, het was gewoon een 10, Elvin.